Zangers Dries Roelvink en Tino Martin hebben een hechte vriendschap opgebouwd, waarbij ze elkaar ondersteunen in zowel professionele als persoonlijke aspecten van hun leven. Dries speelde een cruciale rol in de doorbraak van Tino, nadat hij zijn talent had ontdekt en hem hielp om zijn carrière te lanceren. Op zijn beurt bood Tino steun aan de familie Roelvink tijdens een moeilijke periode waarin de zoons Dave en Danny met elkaar in conflict waren. In een interview met Veronica Superguide onthulde Dries Roelvink dat hij Tino Martin in 2015 uitnodigde om deel te nemen aan zijn realityshow, De Roelvinkjes. Na deze uitzending steeg Tino's populariteit explosief. Tino belde Dries de dag na de uitzending op en zei, "Mijn muziekstreams schoten omhoog na die uitzending, het was onvoorstelbaar." De liedjes van Tino, die al jaren online beschikbaar waren, werden plotseling door een veel groter publiek beluisterd. Dus we kunnen zeggen dat we hebben bijgedragen aan zijn grote doorbraak. Het is geweldig om te zien hoe de man die wij hebben ontdekt nu de Ziggo Dome vult en is uitgegroeid tot een megaster. Na Tino's doorbraak fungeerde Dries als een mentor voor de zanger. Hij vergezelde Tino regelmatig naar tv-interviews, zoals die bij Humberto Tan, waar Tino nog weinig ervaring mee had. In die beginperiode fungeerde Dries als een soort coach voor Tino. Tino waardeerde de aanwezigheid van Dries tijdens tv-interviews enorm en zei altijd, "Ik word rustig van je, Dries." Tino stond ook klaar voor Dries toen er moeilijke tijden waren in de familie Roelvink. Tino belde Dries op en stelde voor om samen te zitten, omdat hij aanvoelde dat er iets aan de hand was. En dat klopte, het was in een periode waarin Dave en Danny wat minder contact hadden. Ook was het de periode waarin Dave 's nachts leefde, in aanraking kwam met de politie en veel kritiek te verduren kreeg. Dries maakte zich grote zorgen over Dave, maar Tino probeerde hem gerust te stellen. Tino nam zelfs de moeite om met Dave in gesprek te gaan en te kijken hoe ze hem wat meer rust konden geven. In de nieuwe documentaire, Tino, Laat Me Leven, krijgen fans een inkijkje in het leven en de carrière van deze populaire volkszanger. Opvallend is dat Tino, ondanks aanhoudende geruchten, eerlijk is over zijn problemen met alcohol.